natuurlijk gaan ze in de eigen shop investeren. Waarom zo weinig? Nou, die dingen doen niet te weinig. Die doen het gewoon op een bepaalde berekening van waar gaat mijn stok mee omhoog. Ja, op die manier. Volgens mij heb ik de Doom gekocht, maar heeft tot nu toe nog niemand echt op de Doom geland. Nee, waarom denk je? Nou, en ik ben nu eindelijk weer terug bij het moment waar ik was in het begin van de game. Ja, mooi. Dat heeft even geduurd. Mm-hmm. Milan krijgt goed cash, denk ik nu hoor. Denk ik ook. Rut, denk ik wel meer? Nee. Rut. Nou, nu kan je weer stocks gaan kopen. En is het dan slim om weer bij jullie stocks te kopen? Of bij ons, of nu investeren in je eigen ding. Ja, ik zal lekker je eigen ding investeren. Nou, dan kan je ook weer je shop omhoog flikkeren als je wil. En dat is een beetje afhankelijk wat je wil. Ga je boosten of... Wat ik je als tip kan geven, mm-hmm. Voordat je in deze gaat investeren, je kan ook kijken naar waar de bank staat. Mensen willen sneller de bank. Snap en dan kies je dan eerder van jouw pad. En ik geef nu een tweede tip. Nu zie je dat de stokprijs flink omhoog gaat, hè? Ja, maar dat is goed voor mezelf, want daar heb ik net een stok in gekocht. Precies. En nu weet je hoe ik er nog in het spel ben gebleven. Ja. Ja, nu is het lullig, want nu gaat hij in plaats van 14 naar 13. Dus je moet eigenlijk de sweet spot van 14 vinden. Want dan ga je stoks omhoog. Nu? Je moet, het zat op 9, het zit rond 25 denk ik. Hier, 29, ja je moet op 9. Nog lager. Nou, 621. Dat is wel het lekkerste. Hoppa. Mm-hmm. Nou, als iemand op die land wordt, die ook niet echt vrolijk, denk ik. Ik ben klaar dan, hoor. En nu heb je gezien wat je stocks hebben gedaan. Yep. Die zijn bijna verdubbeld, eerlijk gezegd. Dus je kan bij wijze van spreken die 8 bij ons, die zou je kunnen kopen, dan ben je één klaar. 6 zelfs. Nou, prima. Laat je nog cash over ook. Dat is een beetje de tactiek van de game ook nog. Mm-hmm. En je zit al heel snel in endgame, eerlijk gezegd. Dus... Ja. Oh, ik wou net zeggen, dat komt ze weer gezellig. Mm-hmm. Nee, want zij moet ook het rondje maken. Je moet dus altijd kijken naar het rondje wat je moet maken. Nou, we zijn echt al bijna ruim een uur bezig, voor mijn gevoel. Ja, we zijn nu een uur en een kwartier bezig. Iets meer. Dat bedoel ik. En dan praat je over een kleine map, hè? Mm-hmm. Laat staan worden als je... twee afleveringen. 2, 3, 4. Het is een beetje afhankelijk van... Wanneer kan ik weer met de bos doen? Ja. Ja, wat is je tactiek die je kiest? Dat is het lastige dus. Ik vind het slim wat je hebt gedaan. Mm-hmm, niet omdat ik het geld krijg, maar je bent voorbij die 68-11. Mm-hmm. Dat is het punt juist. En nu hoef je maar een heel klein beetje sok te verkopen. Nou, in dit geval 1. Nou, prima. Boost. Ik heb bijna geen stocks meer, man. Ik dacht al, gaan we nou weer dit gezeik krijgen? Ja. Ja, Burlo doet het echt inderdaad alleen voor de stocks. Mm. Je kan het ook zonder stocks doen, maar ik zou niet eens weten hoe dat dan werkt, weet je? Nou, zonder stocks is het gewoon normale monopolie. Dus dan win je alleen maar als je erop landt. Jezus, jullie hebben echt geluk, gek. Wereld, hoppa. Nou, prima Jordi, let's go. Nou, dat is nog geluk dat je niet iets meer gooit. Maar het punt is dus nu, Milan staat dus nu eerste. Mm-hmm. Als Jordi dus nu op die 1300 landt, win jij automatisch. En daar gaan we voor natuurlijk. Dit is jammer. Dat is jammer. Voor mij is het goud, voor jou is het kut. Dat is het probleem, dat is een beetje het ding. Mm-hmm. Je kan dus nu... Maar ja, je bent nog steeds meer goedkoper uit dan...
Ja, dan, dan ben je al je stocks daar kwijt. Nu heeft die 10% voor je wel voordeel gehad. Dat klopt. Even kijken hoor. Je moet dus nu kijken wat het handigste is om niet te zorgen dat je stok ding naar beneden gaat. Dus je moet ook tactisch gaan kijken. Hier, nu zakt hij dus naar... Ja, maar nu zakt hij dus naar 17. Ja, maar dan dit beter is, naar dit... iets anders. Ja, ja kan, maar dit je is kan wel ook... eentje waar niet zo heel veel boeit, zeg maar. Ja, nou precies. Ja, dat kan je kiezen. Dan. Ik zou persoonlijk dan nu gaan zoeken waar ik op hetzelfde blijf qua stoks aantallen. Anders naar je jezelf. Nou, iemand is erop geland. Ik zou hem heel graag op 999 willen gooien. Yeah. Oh, so close. Het kan nog steeds, hè. Het kan nog steeds. Ja, het punt voor Burdo is, die kan het gewoon wel betalen. Mm-hmm. Nou, als jullie er nu op land, 3. Oeh. Nu snap je mijn gevoel, tot ik de hele tijd denk van, ah, jammer. Ik vind het leuk dat jullie delen dat ik een suitskaart heb, maar vervolgens het niet zo nodig heb. Ik maak gewoon rondjes. Nu weer één groot is het kut voor jou, hoor. Oeh. Ja, nu nog steeds kut, maar het is gelukkig minder geld dan bij mij kwijt. Maar dat is een beetje het lullige. Dus het is een dek-en-nek strijd tussen jou en mij, Milan. Maar het is gewoon... Als en het had het niet hoeven zijn, hè? Want hij verkoopt het alleen maar aan jou omdat hij de game leuker wil maken. Ja, maar het punt is nu, mocht Jordi dus nu erop komen, heb ik dus verloren, terwijl ik meer cash heb. Als ik nu de bank haal, heb je kans. Oh my god. Kabooming. Dit noem je dus echt een crash. Ja. Yeah. Maar nu kan het zometeen zijn dat zij alle stocks moet verkopen. Nou, ze heeft nog aardig wat stocks over, dus ze heeft wat dingen. Maar anders had ze nog shops moeten verkopen ook. Het is nog steeds een hei. Ja. Yeah. Ziet er niet uit als een hij. Nee, klopt. Promotie. Jordi leeft nog steeds door zijn promoties. 700. Ik dacht al, waarom zei je niet? Ja. Dus Milan, je hebt nu genoeg ready cash om echt te kutten. Ja. Dat is dus nu het leuke voor jou. Jij kan dus nu, als jij op je eigen optieland... Kan je die 1300, daar is nu iemand op geland, dan kan je echt kapot hoog omhoog jenken. Yep. Daar heb je nu het ready cash voor om het te doen, dus nu moet je niet gaan nu moet je eigenlijk de tactiek die ik had gebruiken om gewoon lekker te gaan kutten. Die 12 gold, die kan je wel missen, want die heeft toch nee, zo. Dit vind ik echt verschrikkelijk. Ja, kut hè? Ik weet niet of ik nu ga krijgen. Bam. Bam, 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 bam. Ja, prima. Jezus. Ja, maar als je eenmaal bij de... Noem maar niet als je bij de 4 of de 5 bent, dan tikt het al aan. En je hebt wat shops. Ja, wat denk je zelf? Ik ga even naar beneden. Ik ga Milan nog meer geld geven. Rek. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Dat vind ik wel een goed idee. Ja, je hebt nog kans. Als ik nu op je 1300 land, heb je bijna instant win. Nee. Het is echt lekker. Het is lekker close. Ik hou er wel van. Of course! What's inside? Fuck off. Ah, zoet jezelf kaart. Nou, prima. Het kan nu weer klaar zijn, maar dat ik dan win. Dat vind ik dus nu het leuke eraan. Het is zo fucking close. Echt, er hoeft maar één iemand een foute beweging te maken en het is klaar. Want dus dat zijn van die grote huisjes zijn. Want even op jezelf, pompen en dan maak ik meteen een stuk interessant. Ik zal die gelijk echt op 999 gooien. Je hebt cash zelf. Oh, dat kan niet eens. Oh, dat komt door de capital die erop zit. Soms zit er max capital op, waardoor die niet hoger kan. En dat komt volgens mij door het aantal stocks wat er is geïnvesteerd. Nee. Holy fuck, hij zit bijna op win game mode. Ja. Nou, lama. Oh. Zo, mag het een keer? Nee. Jezus, man. Holy shit, dat is aardig. Hoppa. Dat was een leuke voor mij. Tja.
Ik dacht dat Burdo een angstgainer ging worden, maar dat is niet meer het geval. Maar ja, het kan nu nog steeds klaar zijn. Nee, net niet. Dat is dus niet voor deze map van toepassing, maar er zijn dus maps waar je een H kan gooien. In plaats van een 6. Omdat die afstand zo groot is. Ja. Ik ben letterlijk, hoeveel beurten al gewoon aan het koor lopen? Ja, echt. Dat jij nog leeft, gek. Echt bizar. Ik ben gewoon aan het koor lopen al de hele tijd. Zo, prima. Nu op ja, best wel zonde. Ik had liever om mezelf te komen. Hij kan de game winnen, maar waarschijnlijk als hij nu op de bank terechtkomt, wint hij. Als de promotie hoog genoeg is, ja. Fuck. En nu gooi je 1, wedden? Ja, dat hoop ik. Jordi, jij gaat nu 1 gooien. Mark my words. Waarschijnlijk. Ook hoge levels al, trouwens. Gaat ze de shop overkopen? Nee, dat doet ze niet, want dan weet ze ook dat het klaar is. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, zaalt je nog meer het zaal dan in? Godverdomme, 1 met hem. Oh, tank. Oh. Ik kan het spel afmaken, maar... Dat vind ik nou jammer. Nee, dat zal... Je hebt 8 gold, wat wil je? Niet veel. Jezus. Kom maar met die monies. Volgens mij vindt Nando dit ook leuk, dus dat scheelt dan nog, weet je? Maar ja, dan moet hij wel een keer aanwezig zijn. Oh, is het endgame of niet? Nee, ik denk het niet. Net aan niet, denk ik. Denk ik. Nee. Maar kan ja, maar als je stocks koopt, als je stocks in het goede gebied koopt, dan kan het wel klaar zijn. Ja. Fucking hell. Oh my god. Ja, en dan zal ik die linksboven weer omhoog gaan pompen, ja, want dan krijg je meer cash uit. Nee, normaal capital can be. Capital. Ik zou wel in die straat doen, want dat moet handig. Op die 311. Ja, of die inderdaad in de straat. Ja, gewoon 99, hoppa. Gewoon erin jenken, hatzee. Je hebt het genoeg. Je hebt genoeg stocks. Om het aan te kunnen. Nou, ja, nu... als je hebt... Je moet dus nu... Omdat je op winst staat... Ja, het kan nog aanpassen... Nee, ja... Ja, het kan wel. Dus ja, jij moet nu... Je moet nu zo snel mogelijk naar de bank toe. Heb ik dan pas gewonnen als ik... Ja, pas win je. Pas als je bij de bank bent. Dus het kan nog steeds zijn dat ik win... Doordat iemand op jou... Als iemand op die van mij landt. Dus ja, er zijn genoeg potjes geweest waardoor iemand het had, maar niet snel genoeg bij de bank kon komen. Okay. Ja, even aan het halen. Wat wij dus nu kunnen doen om jou te naaien, is om de stocks waar jij in zit weg te halen. Daardoor kunnen wij je nog naaien. Dus Jordi zou nu, als je zin hebt, zijn stocks bij jou weg kunnen halen. En daardoor win je niet. Als je bij de bank komt. Want hij doet het alleen niet. Jordi wil het ook echt gewoon klaarmaken. Zo. Fuck off. Hey, freebie. Fuck, sorry. Ja, dat is lullig. Je kan nu niet naar links. Dus je moet een rondje maken. Heb left to onder. Warp to a warp to a random place, better. Better, het wordt warp. Freebie. Lekker freebie. Maar ja, die heb je al, want je landt erop. Dus je krijgt er nog 100 gold van ook. Dus ik ga nu kijken of ik... 1. Je bent 1 stap te ver gegaan. Ja. Dat is Fox. Ik kan dus kijken waar... Ja, je zit hier niet in. Jij maar stel, ik had jou eens kunnen crashen. Je hebt geen promotie helemaal onder. YOLO! Nou, ik leef mooi mee zo. Hoppa. 1! Dat is toch geen 1? Een commissie. Als Burdo nu 1 gooit, hè? Dan is het echt een vuile bitch.
Nee, je moet als Bruno 1 gooit, win ik. Je moet dus het bijna 5. Oh, ja. Zo close nee. Weer. Het oh. Kan nog steeds, hè? Als Jordi namelijk nu daar op landt, win je alsnog. Maar dan win je dus zonder op de bank te landen. Dat is dus het leuke aan het spel. Dat is echt mental. Het is wel grappig dat allebei... Wow. Heb Nando trouwens ook niet het allereerste potje ooit gewonnen? Nando heeft ook het allereerste potje ooit gewonnen. Dus ja. Dat vind ik dan wel weer humor. Tot degene die voor het eerst speelt, het potje gaat winnen. Tuurlijk! Het zal als ik er niet. Ja, maar als je hebt ook kans als ik bij de bank kom tot... 1-1-1. Ah, fuckers! Dat we gaan betalen. Ja. Kan ook nog wel eens een nek en nek race worden wie als eerste bij de bank is, omdat ik ook kapot veel geld heb. En ook nog met mijn stok zit. Dan had je ook veel moeten betalen. Dat was Jordi gewoon, dat was gewoon klaar. Nee, ik had nog steeds in het spel gezeten. Holy fuck. Pompe. Die niet, die is ja. Je moet al een van de andere twee kiezen, zou ik doen. Hoeveel moet ik daarvoor betalen dan? Milan, voordat je verder gaat. Ja. Als je nu tactisch kijkt waar de rest op het bord staat, dan is het beter om iets anders te kiezen. Ja, okay, kijk naar rechtsonder bijvoorbeeld, kijk naar die 3-11, daar kom ik nog langs. Ja. Ik geef je nu een tip, en normaliter zou ik het niet eens doen. Maar om gewoon even de tactiek te kunnen begrijpen. Als ik daar nu op land, succes. Dan kan je elkaar ook naaien. Hij landt er niet op, maar het had gekund. Mm-hmm. Slurp de drone. Maar, dan zit je echt letterlijk in endgame, hè? Ja, heb je een stom spel zoals dit wat even in de weg zit. Ja, pak steeds jezelf. Oh. Naar het Burdo. Hey, ik win een keer. Hè? Dat is dus ook nog leuk. Als Milan, als jij nu laag gooit en ik heb toevallig goed cash. Mm-hmm. Dan is het ook nog. Kan het nog eens leuk worden hoor. Want ik kan. Als ik nu land, win ik! Holy fuck, als ik nu op de bank eerder land dan Milan, is het klaar. Dan win ik. Dan kan je nog net zo goed meer cash hebben. Holy shit, gek. Holy shit. Dit is echt een bizar potje geworden, hoor, dit. Yo, wat? Hey, ik kan het sowieso niet halen, hè, in één worp. Ik wil nog een potje. Fuck off. Fuck off. Echt? Ga je dit nemen? Nee, Jordi, je gaat dit niet... Je naait ons allebei, hè? Ja. Dat was het doel. Burdo! Yo, wat deze man. Hij laat even de boel crashen. De vraag is dit genoeg geweest, ja of nee? Nee, denk het niet. Denk het niet hoor, denk het net niet. Oeh. Hij kon toch niet. Oh? Ja. Dat is echt een stunt van de Ja, auto. Ik heb de hele tijd dat hij elke keer doorloopt als ik naar beneden loop. Heb ik al eerder keer. Als ik nu laag gooi, is het klaar. Als ik nu hoog gooi, is het alsnog klaar. Denk ik hoor. Het kan ook zijn dat ik het net niet haal. Oké, is dit een win of niet? Is het best kunnen hoor, want je krijgt hier best wel veel monies voor. Net niet. Net niet, gek. Bij stocks.
Ja, dan wel. Alleen is denk de vraag, ik. Registreert hij dat ja of nee? Of, dat je, of moet je dan nog een rondje lopen? Nope, ik moet nog een rondje lopen. Okay. Ik heb verloren op 75 gold. Nou, lopen en lopen. Fucking door. Hell. Zo, deze is zuur hoor. Fuck, deze doet pijn. Fuck. Doordat Jordi is gecrashed, heb ik het niet gehaald, kijk maar. Het kan nog steeds. Even nog even de game eindigen met een minigame. Jullie hebben het expres gedaan? Ja, duh. Alleen er is één rare gimmick in deze game waar ik nog steeds niet helemaal uit ben. Soms als jij stocks verkoopt, gaat de stockprijs ook omhoog. Het is een raar systeem. Ja, ja. Nee. Nou, we dachten van, weet je wat, we eindigen even met een mooie sfeer. Even een minigame. Ik moet zeggen dat ik het spel heel erg leuk vind. Ja, toch? Eeny, meeny, miny, mo, catch a tiger by the toe. Wat het dus nu nog leuker maakt, vind ik dan, is dat we gewoon zo fucking close zitten. Mm-hmm. En ik kan alleen ik denk dat dat op een groter bord wel leuker is, want nu is het echt zo van ja, één, iedereen één, is altijd één, dichtbij. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Die is ook. GG. Dit noem ik echt een GG. Dit was echt een bizar potje uiteindelijk. Echt ik ben bizar. Blij dat ik gewoon elke keer over heb geboden voor die hele straat daar, zeg maar. Toen die vrij kwamen. Mm-hmm. Voor mij, ja. Nou. Bedankt Jordi, door jou ben ik tweede geworden. Graag gedaan. Als was ik eerste geworden. Graag gedaan. Oh jee. Had het wacht even, had dat uitgemaakt? Eigenlijk niks. De stocks die ik verkocht. Jawel, jawel. Ja, het heeft wel uitgemaakt. Zo, moet je kijken, gek. Vond Bowser wel goed. Nou, ik vind het knap dat je vooral vierde bent geworden. Dus, wacht even. Oh, die andere pagina ben ik wel even benieuwd naar. Even kijken hoor. Stock return. Nou. Het meest schijnige is, ik lag eigenlijk binnen de beurt 2 lag ik er al eigenlijk al uit. Mooi. Ja. Yeah. En ik heb alsnog 44 beurten volgehouden met jullie twee. Ja, dat was Christ. Wel knap. Ja. Allebei gaan we boven de 10k, gek. Maar als dus, het zou dus zo zijn geweest dat jij dus 11.000 had. Omdat ik eerder bij de bank was geweest, had ik het uiteindelijk eerst geworden. Dat is het raar aan deze game. Dat is wel raar, ja. Maar in ieder geval wil ik iedereen bedanken voor het kijken van Fortress Street. Dit is zeker niet de laatste keer dat we dit gaan doen. Tot de volgende keer. Adios, amigos.